Welkom at Casa Del. Naast mij vandaag niemand minder dan professor Hendrik Vos. Bij iedereen wel bekend. Als het over Europa gaat, wordt hij er altijd bijgeroepen. Ook voor hem 10 kaarten met 10 woorden, vragen, begrippen en 1 joker die hij krijgt. Om zo'n woord, vraag, begrip verder uit te leggen. De eerste vraag, wie is Hendrik Vos? Ik ben geboren in 1972, lang geleden, in Mechelen. En ik heb eigenlijk het grootste deel van mijn jeugd hier in deze buurt hier doorgebracht, in Puurs. Heb ik tot mijn 18e gewoond. Ik ben naar school gegaan in Shabi, de school in Puurs. En dan ben ik in Gent beland. Ik heb daar politieke wetenschappen gestudeerd. En ik ben daar blijven hangen. Ik ben daar eigenlijk vrij snel dan... ik heb daar een doctoraat geschreven. Ik ben dan professor geworden. En ik ben mij dan gaan bezighouden met Europese politiek. Ik geef daar les over. Ik schrijf daar stukjes over. Waarom Europa? Waarom Europa? Wel eigenlijk omdat... niemand anders ermee bezig was. En ik kende daar eigenlijk ook niet zoveel van Europa, maar dat begon mij dan gaandeweg wel te fascineren, omdat Europa heeft zo het imago van dat is iets saai en stoffig en niemand wordt daar opgewonden van, en dat zal ook wel zo zijn. Maar geleidelijk aan begon mij dat te fascineren, omdat als je dan zo dikwijls ook dat jargon daar wat afkrabde, dan bleek Europa eigenlijk toch wel vaak veel fascinerender en spannender in elkaar te zitten dan het op het eerste gezicht leek. En ik dacht van, goed, dan wil ik daar zelf wel wat meer over weten. En als ik daar dan zelf meer over te weten kwam, dan vond ik het eigenlijk ook wel prettig om daarover te gaan vertellen, om daarover te schrijven. En op die manier ben ik in de job gerold waar ik nu mee bezig ben. Ik amuseer mij wel en ik denk dat dat ook belangrijk is. Je woont nu in het Gent? Ja, ik woon in Gent. Ja. De tweede vraag, ik weet niet in hoeverre jij vrijzinnig humanist bent. Maar dit is een vlog in de eerste plaats voor de HVB, het humanistisch verbond. Wat is vrijzinnig humanisme en ben jij vrijzinnig humanist? Dat is al een moeilijke, misschien moet ik al onmiddellijk een joker inzetten. Ben ik vrijzinnig humanist? Dat zou wel eens kunnen, ja. Ik ben daar niet zo heel bewust mee bezig om mijzelf in een categorie of in een hokje of in een kot te steken. Misschien ben ik daarom dan vrijzinnig humanist. Veel vroeger ben ik misdienaar geweest. En ik ging naar de kerk en ik geloofde. Ik was echt een... zoals ik in Sinterklaas geloofde, en geloofde ik ook in Jezus die over water liep en verrijzen is en zo, en leven na de dood en zo. Ik was daar echt wel van overtuigd, maar ik ben geleidelijk aan onderweg ergens dat geloof kwijtgeraakt. Zo hiernamaals dingen en zo, of het zou mooi meegenomen zijn, maar ik ga er niet echt van uit. Ik denk dat het leven zich hier en nu afspeelt. En daar probeer ik dan wel het beste van te maken. En wat denk ik typisch is voor wat ik versta onder een vrijzinnig humanist, dat is dat het iemand is die zich vragen stelt. En die ook niet zomaar kritiekloos alles aanneemt. En die probeert na te denken. En die niet zomaar uitgaat van een aantal dogma's die per definitie zouden moeten kloppen. Maar die daar dan probeert over na te denken. En wat bij mij ook wel altijd... vasthangt aan dat idee van humanisme is dat we, en misschien zie ik dat te simpel, maar voor mij is dat toch iets van, we proberen menselijk te zijn, humaan, menswaardig ook, en op allerlei manieren, hè, je probeert een beleid op een menswaardige manier te voeren, en als ik dan zie bijvoorbeeld hoe dat een vluchtelingenbeleid wordt georganiseerd,
Ook door Europa en de manier waarop men dan zegt van ja, we proberen de buitengrenzen dicht te timmeren en we trekken ons voor de rest daar eigenlijk niet al te veel meer van aan. Een vluchteling die we niet zien, dat is ons probleem niet meer. En of dat die dan in Libië als een slaaf verkocht wordt of in de meest miserabele omstandigheden in Sudan terechtkomt, dat interesseert ons niet meer. Dat is buiten ons zichtveld. Wel, dat zijn dingen die mij wel op een of andere manier, dat doet mij zeer. En ik kan mij daar enorm aan ergeren ook. En misschien is dat ook wel een kern van humanist zijn. Dat je dat niet zomaar over je heen laat komen, maar dat je het gevoel hebt van dat intrigeert mij wel. En ik wil daar eigenlijk, als het even kan, ook iets aan veranderen. Zo, ik denk dat een humanist ook bezig is met zo de toekomstige generaties. Zo van het klimaatbeleid. Zo van dat mag wel, best wel wat ambitieuzer. Want ik durf dan te stellen dat Europa, zoals we het nu kennen, in de eerste plaats een humanistisch project was. Vind je het dan nu nog terug in Europa? Is Europa echt een bedrijf zonder ziel? Op sommige vlakken wel, op andere vlakken niet. Hè. Ik denk dat die ziel en die ambitie van menswaardig en humanistisch dus bezig te zijn, ik denk dat dat nog altijd wel heel sterk leeft. En ik denk dat het ook bij heel veel beleidsmakers ook oprecht een ambitie is. Mm-hmm. Maar op een aantal domeinen zie je dat, ja, dat het dan botst met een aantal soms heel concrete belangen of in het geval van bijvoorbeeld het vluchtelingenthema, dat er bij brede groepen van de publieke opinie zo'n gevoel is van vluchtelingen, we zijn daar bang van en dat politici dan weinig moed hebben om daar soms een wat genuanceerder verhaal tegenover te stellen. Bijvoorbeeld dat wij migratie op een dag ook wel nodig hebben en dat niet elke vluchteling een terrorist is en enfin, in tegendeel. Meestal zijn ze op de loop voor terrorisme. En dat nogal wat politici dan vrij snel zo de armen wel laten hangen en zeggen van ja goed, oké, als er dan toch zoveel kritiek is en er is een angst bij de bevolking, dan laten we dat spoor los en dan doen we die moeite niet meer. En ik denk dat een echte humanist dan zich daar ergens gepakt door voelt en zich niet oké bij voelt. En zegt en van dat stort je aan persoonlijk? Ja, eigenlijk wel. En ik probeer ook soms in mijn columns en zo daar soms bij momenten zelfs vrij scherp op te reageren. Ja. De meeste mensen weten niet, of niemand weet eigenlijk, dat ik jou heb leren kennen vroeger in een Bornemse atletiekvereniging. Iets wat nu niet meer zou kunnen langlopen. Wat is sport voor jou? Doe je nog aan sport, atletiek, iets anders? Sport is voor mij ongelooflijk belangrijk. Ik ben inderdaad beginnen lopen ooit. Hè. Ik heb atletiek gedaan toen ik een jaar of 15, 16, 17 was. En daar kwam ik jou wel eens tegen en jouw broer ook. Heb ik daar via dan ook wel eens ontmoet. Maar inderdaad, je deed zo lange afstand lopen en veldlopen en zo. Ik heb dat ook gedaan. Ik ben daar dan een tijdje mee gestopt met mijn sport. Ik ging dan studeren enzovoort, maar ik begon dat eigenlijk vrij snel weer te missen, die sport. En ik ben dan, toen ik al dieper in de 20 was, ben ik gaan fietsen. En dan vanaf een bepaald moment ook echt heel fanatiek. Ik ben echt gaan koersen. Ik heb mij een licentie genomen en ik ben wedstrijden echt beginnen rijden. Ik ben heel gedreven beginnen trainen en ik ben dan vooral in de bergen, de Alpen, de Dolomieten volop gaan fietsen. Ik heb daar heel veel plezier mee beleefd. Ik heb ook fantastische verhalen daaraan overgehouden. Een paar jaar geleden ben ik gestopt met competitie. Ik doe niks meer dat om ter eerst is, maar dat sporten blijft voor mij wel belangrijk. Gewoon voor een stukje lijf proberen
te zoeken, ja, onderhouden en eigenlijk ook te zoeken waar de limieten zitten. Van hoe ver kan je gaan, wat kan je daaruit halen? En ik heb dat meegevonden. Heeft dat dan ook fanatiek mijn hartslag meten? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Ja. En trainingsschema's en dan ook letten op voeding. Ik ben daar heel fanatiek mee bezig geweest, zeker een periode. Nu fiets ik nog altijd veel, ik rijd niks meer om ter eerst. Maar ik heb nu wel het wat vage plan opgevat van voor ik 50 word zou ik eigenlijk graag een triathlon doen. Dat lopen, dat moet ik dan weer oppikken van zoveel jaar geleden. Dat zou wel moeten lukken. Fietsen, zo die 180 kilometer, dat heb ik eigenlijk ook nog wel in de benen. Dat zwemmen is een probleem. Ik ben nooit een goede zwemmer geweest. Ik ben nu heel onlangs gestart met echt gewoon zwemlessen te nemen. En ik leer nu crawl zwemmen. Ik kon dat helemaal niet. Dat gaat heel traag, maar ik beleef er wel plezier aan. En sport is voor mij heel belangrijk. De volgende vraag, de Verenigde Staten van Europa, is dat iets waar we naartoe groeien? Moet dat? Ben je er zelf voor of tegen? Nu komen we echt bij wat mijn job is, hè, waar ik elke dag mee bezig ben, die Europese politiek bestuderen. Wij zijn niet een Verenigde Staten van Europa zoals de Amerikanen de Verenigde Staten van Amerika zijn. Voor een stuk zijn wij Verenigde Staten van Europa. Heel veel dingen organiseren wij samen, heel veel afspraken maken wij samen. En op vele vlakken heeft Brussel vandaag meer macht over de 28 lidstaten dan dat Washington heeft over de 50 staten van Amerika. Er zijn domeinen waar wij veel verder en veel intensiever samenwerken dan in Amerika, maar in een andere context en in andere omstandigheden. Wij hebben een grote diversiteit, hè. We hebben zoveel verschillende talen die we spreken, zoveel verschillende geschiedenissen, culturen, landen. Ben je er dan voor bijvoorbeeld dat we Europese ministers of secretarissen? Ik denk dat dat belangrijk is, die Europese samenwerking. Omdat heel veel van de uitdagingen waar we vandaag mee geconfronteerd worden, of dat nu gaat om klimaatverandering, om migratiestromen, om grootschalige belastingontwijking, om terrorisme of wat dan ook, zijn uitdagingen die je als land apart niet meer efficiënt kan aanpakken. Ook economisch, stel dat wij, zoals dat vroeger was, tot na de Tweede Wereldoorlog, waren wij in Europa een verzameling van heel aparte, gefragmenteerde, afgesloten marktjes. Wij waren, bij wijze van spreken, allemaal Noord-Koreatjes op onszelf. Tot diep in de jaren 60 bijvoorbeeld was het op economisch vlak dan bijvoorbeeld nog verboden om vanuit België boter te gaan kopen in Nederland. Of het is te zeggen, je mocht dat wel, maar als je dan met die Nederlandse boter terugkwam naar België, dan moest je stoppen aan de grens, je moest dat aangeven aan de douane, je mocht dat maar in bepaalde hoeveelheden meebrengen, je moest daar extra tax op betalen enzovoort. Dus wij komen uit een periode dat wij heel afgesloten, gefragmenteerde marktjes waren. En geleidelijk aan zijn we in Europa gaan samenwerken. We hebben zo één markt uitgebouwd, maar we zijn op die ene markt dan ook afspraken gaan maken. We zijn regels gaan afspreken, veel meer dan in de rest van de wereld. Om een bepaald niveau van milieubescherming te voorzien. We hebben in Europa regels rond dierenwelzijn, we hebben regels rond consumentenbescherming, rond veiligheid van speelgoed enzovoort. En dat soort afspraken zijn we allemaal samen gaan maken. En ik denk dat dat belangrijk is voor onze welvaart, voor een stuk ook voor ons comfort en voor onze bescherming. Er is geen enkele plek in de wereld waar 500 miljoen mensen, want met zoveel zijn we vandaag in de Europese Unie, gemiddeld zo welvarend zijn, gemiddeld zo goed ook beschermd zijn. Als je ziek wordt of invalide of op pensioen gaat of werkloos, als in de lidstaten van de Europese Unie. Op heel veel vlakken hebben wij het eigenlijk goed in vergelijking met de rest van de wereld. En dat komt omdat we eigenlijk voor een stuk Verenigde Staten van Europa gaan worden zijn. We hebben die markt uitgebouwd, één munt, dat vrij verkeer. En heel veel regels ook op die ene markt. Maar er zijn een aantal nieuwe uitdagingen gekomen, waar we nog altijd heel weinig samenwerken, waar de landen nog altijd de neiging hebben om het elk voor zich te doen. We hebben elk de neiging om onze buitenlandse politiek te voeren, om onze eigen belastingregels vast te leggen. Is Hongarije daarin geen
probleem. Ja, wel, je ziet dat landen zeggen van ja, er zijn een aantal dingen waar we eigenlijk onze goesting willen blijven doen. En dan zie je dat, hè, bijvoorbeeld Hongarije zegt van vluchtelingen, wij moeten daar niet van weten, we zetten een prikkeldraad rond ons land. En Polen probeert op een aantal vlakken zijn eigen gang te gaan. En dan Luxemburg zegt dan van op vlak van belastingen willen wij hele lage tarieven en dan ook specialetjes organiseren voor hele grote bedrijven. Maar tegelijk beginnen we wel meer en meer te beseffen in Europa dat wij elkaar raken. Dat als één land voor zichzelf iets beslist, dat je eigenlijk ook andere landen mee aan het beïnvloeden bent. En heel geleidelijk aan zie je wel dat Europa ook op die andere terreinen buiten die markt meer en meer begint samen te werken. En niet zozeer omdat de landen dat zo tof vinden of omdat ze dat graag doen, maar omdat ze beseffen van, ja, wij in de wereld van vandaag, wij kunnen niet anders dan als we zo'n uitdaging als terrorismebestrijding of grootschalige belastingontwijking willen aanpakken. We moeten samenwerken. En je ziet dat die Verenigde Staten van Europa meer en meer, ja, er wel aan het komen is. En dat gebeurt met kleine stapjes en het stokt en het rommelt en het hapert, maar het valt ook niet stil en het keert niet om. En toch zijn er spijtig nog veel mensen die kozen voor een Brexit. En mijn volgende vraag is dan, in hoeverre lees jij daar veel over boeken, tijdschriften, kranten, films? Ja, ik probeer mij te informeren natuurlijk over wat er gebeurt. Ik ben daar elke dag wel een paar uur mee bezig om gewoon in de gaten te blijven houden van wat er in Europa, in de wereld en in die landen van Europa aan het gebeuren is. Dus ik lees professioneel veel. Ik kan moeilijk anders. Maar ik probeer daarnaast ook wel af en toe ook een roman mee te pikken. En graag. Films helaas te weinig, kranten uiteraard, maar omdat ik schrijf zelf ook graag, als ik schrijf over allerlei dingen, fictie weinig, ik droom daar wel van op een dag misschien ook wel eens een roman te schrijven, maar ik probeer de dingen ook wel uit te leggen op een manier die blijft hangen, die blijft plakken, zo, zonder al te veel ingewikkelde taal en jargon te gebruiken. Probeer ik op een manier te schrijven die niet al te moeilijk is, van zo stijl en heel complex en overdreven. Dus dat probeer ik te vermijden, maar ook ergens toch ook zinnen, woorden te gebruiken die beklijven, die raken. En door bijvoorbeeld romans te lezen ook, probeer ik daar wel inspiratie in te zoeken. Ik heb ooit de Wabliftprijs voor klare taal gewonnen. Ik denk al een jaar of 10 geleden. Dat is zo'n prijs die één keer per jaar wordt uitgereikt aan mensen die erin slagen om ingewikkelde zaken op een bevattelijke manier uit te leggen. Frank de Bozer heeft die gewonnen, Goede Lelieken enzovoort. Maar een jaar of 10 geleden heb ik die ook gewonnen. En ik ben daar. Ik weet dat veel van mijn collega's toen zeiden van oei, dat is toch ook niet echt reclame zo. Hè? Want, terwijl ik was daar enorm blij mee. Het is de schoonste prijs die ik ooit gewonnen heb. Het is ook de enige prijs die ik ooit gewonnen heb, denk ik. Maar ik was daar wel trots op, omdat ik probeer om de dingen op een... Bestaat er zoiets als fake news? Ja, absoluut. Ook in Europa wordt er... Je hebt het daar net zelf over de Brexit gehad. De Brexit is daar een voorbeeld van. Heel dat Brexit-kamp... Die Brexiteers die vertelden gewoon de grootste onzin en leugens dat werd verteld. Nu, fake news heeft altijd bestaan, maar in de wereld van vandaag, hè, via Facebook, online media, zo, het is een venijnig mechaniekje dat maakt dat vrij snel verspreid kan worden, in bepaalde kringen eigen leven gaat leiden. En dat is iets waar we zeker voor moeten opletten. Hoe zit het eigenlijk met religie en vrijzinnigheid in Europa? Botst dat of wordt er Europees gezien dan meer gekeken naar economische... Ja. Niet zozeer naar religie en levensbeschouwing? Wel,
Europa, op Europees niveau doen we heel veel dingen samen. We bouwen samen die markt uit, we leggen samen regels vast over milieubeleid, over voedselveiligheid, consumentenbescherming, dat is allemaal goed. Er zijn ook nieuwe uitdagingen, vluchtelingen waar we samen een beleid rond proberen te maken. Naar mijn gevoel niet het meest fraaie beleid, maar het gebeurt wel. Geleidelijk aan zie je dat men probeert om ook samen iets te doen aan terreurbestrijding, die andere grote uitdagingen. Geleidelijk aan probeert men op defensie ook meer samen te werken. Maar er zijn een aantal punten waarvan men zegt van dat is heel gevoelig. En landen hebben daar verschillende tradities in en eigen culturen en daar blijven we dan af. En dan mogen landen elk een beetje hun goesting doen. En levensbeschouwing en religie is zoiets. En hoe dat dan bijvoorbeeld in het onderwijs wordt ingebouwd. Europa zegt van, dat is te gevoelig. Landen moeten hun zin doen. En je ziet dat bijvoorbeeld Polen veel katholieker dan het seculiere Frankrijk. Maar tegelijk hebben we in Europa wel een beetje een sokkel van een aantal basiswaarden. Bijvoorbeeld, er moet een scheiding zijn tussen kerk en staat. Waar dat mensen in hun vrije tijd in geloven, dat is voor hen, of dat nu God is, of Allah, of trollen en kabouters, maakt niet uit. Maar de manier waarop wij ons organiseren, dat is los van religie. En religie kan nooit eigenlijk het hele politieke debat komen domineren. En ik denk dat we af en toe er wel voor moeten opletten dat we daar niet van wegglijden. Wat dat mensen in geloven, dat is hun zaak, maar je hebt wel een aantal basiswaarden die solide zijn en wat dat we als Europa wel moeten overwaken. Je probeert een groot en katholiek land als Polen bijvoorbeeld niet aan die waarden een beetje te sleutelen. Zij proberen dat soms wel zij proberen soms hun visie en hun beeld wat ver door te drijven en soms botst dat met een aantal Europese waarden en dan goed, dan zie je ook wel conflict in. Dat komt wel op de radar ook en dat wordt wel opgevolgd. En dat zijn moeilijke vraagstukken omdat het over heel diepe onderwerpen gaat. Hè. In hoeverre, en dat is de volgende vraag, in hoeverre heb jij soms de momenten nodig dat je zo even weg wilt van dat Europese debat en gewoon even op jezelf wil zijn, yoga, spiritualiteit. Absoluut, natuurlijk heb ik dat nodig, iedereen heeft dat nodig, denk ik. Waar dat ik dat dan meest vind is op de fiets. Laat me dan fietsen. Zo op een mat gaan zitten en zo met twee, of ik weet niet hoe dat precies gaat. Ik word daar doodnerveus van, dat kan ik niet. Zoals mensen die zeggen van laat mij tot rust komen door te gaan vissen en dan zo 3 uur aan een dobber zitten staren. Er zijn mensen die daar rustig van worden, ik zou daar doodnerveus van worden. Dus mijn rust vind ik door vaak gewoon door heel hard te gaan lopen, door te fietsen. Verstand op nul. Ja, hoofd laten leeglopen en dan weer heel door wat er gebeurt, door in de natuur te zijn ook, het weer, door in de bergen te rijden, het op die manier weer te laten voldruppelen. Zo, dat is voor mij. En doe je dat dagelijks of wekelijks? Minstens wekelijks, maar ik probeer dat veel vaker te doen, ja. Ik doe ook heel veel verplaatsingen, ik rij heel veel met de fiets en dat zijn zo'n momenten waar ik altijd van kan genieten. Een serieuzere vraag misschien, euthanasie, wanneer zou je zelf kiezen voor euthanasie, zou je dat überhaupt doen? Wanneer zou ik moeten kiezen voor euthanasie en hoe zit dat met het debat rond euthanasie in Europa? Wanneer jij moet kiezen voor euthanasie, daar kan ik niks op zeggen, omdat, en ik denk dat mijn visie daarop is van, dit is iets wat mensen zelf moeten uitmaken. Dit is iets allerindividueelst en wie ben ik om iets te kunnen zeggen aan de verlangens en de pijn en hoe dat je daarmee omgaat en wanneer dat het voldoende is enzovoort. Ik kan daar niks over zeggen. Ik vind dat iets allerindividueels is en dat die keuzes ook echt moeten gelaten worden aan mensen. Als mensen zeggen van het is voorbij, het is genoeg en als dat niet een impulsieve opwelling is, dan oké, doe dat, laat dat, maak dat mogelijk en doe dat in de beste omstandigheden. Voor mezelf, dat vind ik wel veel moeilijker. Persoonlijk kan ik mij daar
niets bij voorstellen. In de zin van, ik zou dat op dit moment niet zien zitten, omdat ik gewoon te graag leef. En omdat ik denk van, dood, dat komt er toch. En dat zal heel lang duren. Ik zal heel lang dood zijn. Dat weet ik zeker. Er komt een moment dat ik dood ben en ik ga ervan uit, dan is het ook gedaan. Is er een hiernamaals, dat zal een schone plus zijn, maar ik ga ervan uit dat niet zo is. Dus als dat dood toch zo lang duurt, dan denk ik van, ja, laat mij dan proberen om uit dat leven ook maar zoveel mogelijk te halen, het zo lang mogelijk te rekken, maar ik zeg dat nu, hè, en misschien als ik in miserabele omstandigheden zit, dat ik van gedacht verander, maar nu denk ik van, goh, mijn grens zou ook wel altijd opschuiven, zo van, ik zou denk ik wel altijd nog iets vinden dat het de moeite waard maakt. Dus ik kan mij op dit moment, en ik heb daar ook niks over neergeschreven, of de mensen die mij lief zijn, of liefst zijn, nooit geïnformeerd van als dit gebeurt, dan moet je mij een stuitje geven. Nee, voor mezelf denk ik van, laat het zo lang mogelijk duren en ik probeer er het schoonste uit te halen, zolang het kan. En dood, dat is voor later, dat komt toch, en het zal niet stoppen dat dood zijn, dus dat... Daar heb ik geen keuze in. En hoe ver zit het euthanasiedebat in Europa? Nogmaals, de vergelijking Polen, absoluut anti-euthanasie. Ja. Wel precies omdat dat gaat om die diepste dingen en hele grote verschillen ook in gevoeligheid tussen landen. En heeft Europa gezegd van wij behouden ons daarvan af. Dit is iets wat landen zelf... moeten uitmaken afhankelijk van ja, wat de sfeer is in hun bevolking en vind je het dan niet spijtig dat Europa zich niet mengt in dat? En ik vind dat Europa zo op een dag zou moeten mogelijk maken dat inderdaad dit een allerindividueelste kwestie is maar ik versta dat het heel gevoelig ligt en we zijn op dit moment nog niet zo ver dat we dit via Europese regelgeving kunnen forceren. Dus dan ergens een termijn opplakken van hoe lang het nog zou kunnen duren eer we over zoiets zouden kunnen discussiëren binnen Europa? Dat vind ik moeilijk. We gaan in elk geval deze Poolse regering moeten uitzweten op allerlei fronten. Maar er zijn ook landen, ook Ierland ligt dat gevoelig. Er zijn wel wat landen waar dat een heel moeilijk thema is. En het staat niet allerhoogst op de agenda, dus ik denk dat het nog wel een tijdje zal duren. Ik denk dat het eerst van onderuit zal moeten opborrelen, ook in die landen zelf. We sluiten af met de mooiste vraag, namelijk die met de hartjes. De liefde, wat is liefde voor jou? Wat denk ik liefde voor iedereen is. U verliezen in situaties, in mensen, in een lief ook op een bepaald moment. Iemand waarmee dat je heel... Enkel mensen, want als ik jou dan hoor praten over Europa, dat is vol passie en ik neem aan liefde. Je kan het metaforisch inderdaad heel ver opentrekken en ik kan enorm gepassioneerd raken inderdaad, hè, en enorm bezeten raken door heel veel, hè, door te fietsen, ook ontwikkelingen die ik zie in die Europese politiek, dat kan mij op een bepaald moment echt wel pakken en meenemen en dat zal ook wel zoiets zijn als dierenliefde en zo, maar... Heb je zelf dieren? Heb ik dieren? Nee, eigenlijk niet. Maar goed, ik kom er op mijn pad wel tegen en ik vind dat ook geweldig. Ik zie het toch wel vooral als iets, zo een connectie maken met mensen en zo u... Ja, voelen dat je een band hebt en ontzettend veel kunnen delen en je kwetsbaar opstellen. En als je het gevoel hebt van dat kan, dat is het schoonste wat er is in je leven. En dat is een cliché, maar dat is het gewoon. Absoluut. Enorm bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. Blijven kijken naar de vlog Ad Casa Adil.
op de site van HVV Humanistisch Verbond, op de site van Casa Adil zelf, op Facebook, YouTube. Tot binnenkort en bedankt. Dag, tot later. En merci voor de uitnodiging. Ik ben heel blij dat ik hier een keer mocht zijn. Super. Dankjewel.